De voorstelling staat in de Tilburgse Concertzaal, die voor de gelegenheid wel behoorlijk is verbouwd. Hier staat eigenlijk de kade van Paramaribo opgesteld met een schip dat vertrekt naar Batavia. Peerke Donders was een Tilburgse priester die uiteindelijk in Suriname op de missiepost Batavia melaatse ging verplegen. In Tilburg is hij nog steeds een begrip. Met de fiets naar Peerke, naar Kapelleke, kaarsje branden, thuis een briefje gemaakt met Peerke, help dit, help dat. En dan fietste je zo door naar Loon op Zand. En daar was een uitspanning en daar kreeg je wat drinken en dan waren we weer terug naar huis. De voorstelling gaat over twee mannen die op bedevaart gaan. De ene is een Peerke van nu, de ander een man met een verleden. Hij doet zowel zijn vrouw als zijn dochter bepaalde dingen aan, waardoor hij in een gevangenis belandt. En niet voor 3 weken, maar voor ongeveer 10 jaar. En hier op heel het achterdecor en in een videowand van 50 meter breed, zie je eigenlijk heel hun leven, hun geschiedenis, hun gedachten. Als het zou lukken, de voorstelling van dit, dan ga je ook in je leven voor jezelf wel een aantal vragen stellen. Leen weet al waar haar volgende Tilburgse voorstelling over gaat. Tilburg in de Eerste Wereldoorlog. Het grote verhaal van de grote oorlog hier in Brabant is toch wel de toevloed van ons Belgskus en ons onaangepast gedrag. En dat is waarschijnlijk het volgende wat ik mij op ga focussen om iets rond te maken.